hamburger als hoofdgerecht. Ik moet eerlijk zeggen, ik associeer dat een beetje met fastfood. En ik had verwacht dat we toch een beetje meer een klasse-restaurant gingen imiteren. Ja, maar we gaan wel een beetje dingen van overal gebruiken. Een beetje technieken uit alle mogelijke keukens. En het is niks verkeerd met een lekkere hamburger. Dat is eigenlijk super lekker. Maar het is een beetje een speciale hamburger. Want we gaan hem een klein beetje... Een upgegrade hamburger, zeg maar. Een upgegrade hamburger. Ga je dat zo dan gaan zeggen aan tafel? Ja, dit is een upgegrade hamburger. Ja, maar dat is goed, perfect. Heel nieuwsgierig. Ja, we beginnen een hamburger met hamburgerbroodje. Dat kan je zo kopen in de supermarkt. Ja, perfect. Een beetje olijfolie overdoen. Niet te veel, maar een klein beetje. Wat we gaan doen, we gaan dat vooral al een beetje... in de oven? Een beetje, ja, de oven. Als je die al een beetje klaar doet. Voilà. Ik wrijf die zo een beetje op elkaar. Hoppa, hoppa. Dan is dat mooi met olijfolie en zo even onder de grill. Perfect. We hebben een hamburger van lamsgehakt voorzien. Dat is al iets anders, dat is lam. Dat kan je ook weer opwerken naar smaak. Ik doe dat bijvoorbeeld, wat we nu gedaan hebben, graag een beetje merguez-kruiden bij. Die hebben we erin gedaan. Fantastisch. Ja. Maar ik heb daar een beetje fijn gesnipperde... Van alles, een beetje kruiden, lenkenuitjes of kan, heerlijk. Er zal een beetje rozemarijn doe ik er ook bij, misschien kunnen we dat doen. Een heel klein beetje rozemarijn, met een beetje boter en wat aanbakken eigenlijk. Dat is al mooi, en ik mooi het alles mooi noteren, dat het inderdaad al een beetje gekleurd is. We gaan, zoals bij een hamburger hoort, sowieso een slaatje. Mooi slaatje. Ik leg dat zo even, omdat ik dat wel tof vind in dit geval, dat het ook echt lijkt op... Iets wat je in een fastfoodrestaurant zou krijgen. Ja. Maak graag een slaatje dat er een beetje rond ligt, maar je straks je hamburger zo wat tussen gaat leggen. En gaan we er iets van een klein beetje olie? Ja, we gaan een beetje erover druppelen, dat vind ik wel mooi. Top. Een klein beetje zout. En ik doe graag ook een klein beetje peper. Ja. En we gaan bij een hamburger, ik had ook wel eens een keer een tomaat. We gaan hier zongedroogde tomaatjes. We gaan ze niet allemaal gebruiken, we hebben gewoon een klein beetje tapenade nodig. Ja, misschien zo een stuk of vier. Voilà, perfect. Schitterend. Ook. Voilà. En ja? Ja. Oh. Die broodjes die zullen ondertussen, denk ik. Zie, dat is lekker. Dat is al een beetje. Mooi getoast. Ja, mooi getoast. Dan gaan we dat. Je moet die hamburgertjes ook niet te ver laten komen. In die zin dat we ze nog even in de oven gaan steken. De hele familie gaat nog even de oven in. Dus zo. Ik doe daar zonnegedroogde tomaatjes onderaan. Met een beetje olijfolie. Oh, zo lekker. De hele schotel gaan we in de oven doen. Zie je? Zonder de sla, uiteraard. Ja, ja. Ja. En wat hebben we hier? Een blauwe kaas, een bleu d'auvergne en een fourme d'ambert. Ik steek dat hier in mijn ring. Oh, ik vind dat zo lekker. Lekker afsmaken, lekker moelleux, lekker zacht. Ja. Mag je dat? Ja, dat mag erop. Ja. Goed zo. En we gaan zo lekker van die blauwe kaas daarop. En we gaan dat zo in de... Wat? We gaan dat zo in de oven zetten. En we gaan dat een beetje laten erover smelten. We gaan ervoor. Dat is wel een redelijk hartig gerechtje. 4-5 minuutjes onder de grill. Ja, tot perfect. Het gesmolten is. Oh, heerlijk. Een simpel hamburgerje, meneer Rogiers. Hè? Maar helemaal simpel. Kijk eens aan. Is het toch niet? Kijk eens. Ik doe daar nog een beetje pijnboppitjes bij. Je kunt gewoon roosteren als je wilt. Of je kunt, dat hoeft niet per se. Ja. En een beetje... Olijfolie en balsamico. Olijfolie, balsamico. Zo, hoppa. Chef, doe jij maar een balsamico. Perfect. Ja, en dat, ja, ik vind niet dat daar per se een aardappelgerecht zeker bij niet, moet, we hebben brood. Volledig broodje. Je hebt best wel wat vlees, die tapenade. Die smaken, ja, die doen het denk ik wel redelijk goed samen. Dus, het is een hamburger met lam. Met de tomaten. Tapenade van geconfijte tomaat. Tapenade van geconfijte tomaat. Bleu d'auvergne. En hoe zeg ik dat? En een gemengd slaatje. En een gemengd slaatje. Ja, voilà. Alsjeblieft.